Good, Kelvin! Mijn naam is Kelvin, ook wel bekend als Kelvin. We gaan zijn weer, we zijn er nog steeds. Wat fucking legendarisch dat je weer kijkt naar een prachtig nieuw filmpje van mij. Een spikvonkel aardslikkend geweldige nieuwe video. Welkom bij het spikvonkel aardslikkend geweldige nieuwe programma. Story stay the same, motherfuckers. Goed dat jullie weer zijn. Wat fantastisch dat je kijkt naar een nieuwe video van mij. Ik vind het een eer dat ik wederom hier mag zitten op deze krakende stoel. En jou mag vermaken met 13 minuten lang comedy. Comedy effect is zelfs van toepassing op het moment dat er niet eens een grap is gekomen. Hey, what's poppin', man? Ik heb een aantal weken geleden op mijn Instagram story een oproep gedaan. Namelijk een oproep naar YouTube kanalen die nog niet zo groot zijn. Nee, als ik voor mezelf mag spreken is er één ding wat zeer belangrijk is als je op YouTube bezig bent. En dat is mensen die kritisch naar je content kijken. Dus mensen die kijken naar je video's en die durven te zeggen wat ze denken. En zeggen, hey, dit is slecht, dit had beter gekund, dit moet anders, ik zou dit de volgende keer zo doen. En op dat moment is het een beetje gaar om te horen, op dat moment is het niet leuk. Weet je wel, je zit daar dan en je denkt dan, ja, papi, ik heb 18 uur gewerkt in deze video. Ga jij zeggen wat er anders moet? Doe het lekker zelf. Hoe je het ook bent of keert, het is toch altijd lastig om kritiek op een of andere manier te kunnen verdragen. Maar het is wel het belangrijkste ingrediënt tot succes. En daarom heb ik het volgende idee bedacht. Kleine YouTubers feedbacken. Ja, en er waren toch een paar duizend mensen die hun YouTube kanaal insturen. Dus dat vind ik alleen maar tof. Want dat betekent dat je bent gewoon ready voor die kritiek, weet je wel. Je kan het gewoon hebben. Je bent ready, je bent klaar, je zit klaar. Je denkt, fuck it, ik ben niet de allerbeste. Misschien ben ik wel de slechtste, maar vertel het maar en dan kan ik ervan leren. Dus weet dat elk YouTube kanaal wat ik vandaag ga feedbacken heeft vrijwillig zichzelf ingestuurd. Niet dat je denkt, oh Kelvin, dat is echt oneerlijk man. Je zegt gewoon over random mensen. Nee, ze wilden het zelf. Dus dat je dat even weet. Moet ik mezelf nog meer beschermen of was dit het? Ja. Oké, dames en heren, we beginnen met YouTube kanaal nummer 1. Ik heb er nu al zin in. Dit is het kanaal van DF'je. Oké, laten we beginnen met het eerste gevoel. Een interessante banner. Ik zie alleen nog niet precies, weet je, ik voel nog niet per se de persoonlijke connectie van deze persoon van het kanaal. Je hebt 123 abonnees, dat is netjes. Ik bedoel, mooi oplopend getal. Ik ben benieuwd wanneer je 1234 abonnees haalt. Of 12.345. Of 123.456. Snap je? Oké. Ik ga je video checken die op je kanaal staat voor mensen die nog niet geabonneerd zijn. Yo, what's up? Jeremy. Vandaag ga ik Jeremy nadoen. En daarom... Oh, ik moet een headset hebben. Flexibiliteit heruit. Help. Hey, Jeremy. Kun je het nog een keer proberen? I'm okay. Content. Ze heeft ook 2 weken geleden nog iets geüpload. Holy shit, let's go, man! Dankjewel. Laten we even een bril zijn. Het is wel om zenuwachtig van te worden, toch? Jongens, ik ben zenuwachtig, maar mijn hoofd is helemaal niet zo belangrijk. Fijn dat je dat zegt. Sorry, ik vind het een beetje moeilijk. ik probeer er iets van te vinden. Maar ik vind het alleen lastig. Komt omdat ik... Oké. Als ik je een stukje advies mag geven. Maak je klaar voor een stukje feedback. Een daadwerkelijk stukje feedback. Ja, aangezien je in een fase zit op je kanaal. Waarin nog niet heel Nederland weet wie je bent. Lijkt het me soms goed als je video's maakt. Die ook voor mensen die je niet kennen kloppen. Snap je wat ik bedoel? Dat als ik jou voor het eerst zie. Mocht er iemand kijken die me nog nooit van zijn leven of haar leven heeft gezien. Hoe kan ik er dan voor zorgen dat ook voor die persoon die video fucking epic is? Wie ben je? Waar ben je? Wat doe je? Ja. Snap je? Oké. Alleen ik denk dus dat als je nu een kleine YouTuber bent, dat je weinig kans om alleenstaand omhoog te komen. Ik denk omdat er nu zulke grote YouTubers zijn, dat je echt de hulp nodig hebt van andere YouTubers. Aangezien het niet zo makkelijk is, gewoon random aan een YouTuber erachter van... Wil je me promoten? Hou je bek! Hou op! Ik snap het niet. Ik snap niet waarom je zo'n video zou maken. Even in alle eerlijkheid, Donna. Waarom zou je een video maken waarin je letterlijk gaat zitten en gaat vertellen dat je geen kans maakt? Kortom, je hebt talent. Je kop is grappig. Je bent best wel funny. Iets minder zeiken en iets meer focussen op content. En je banner veranderen. Mwah. We gaan door. Ik vind het leuk. Waanzin. 2.700. Oké. 2700 abonnees. Een video met Stuk TV. What's up, man? Oké. Bennetje ziet er goed uit. Waanzin. Meedoen
mail je droom naar waanzin@hotmail.com. Abonneer nu en mis geen aflevering. Oké, eerste gezicht, netjes. Prima gedaan. Hallo en tof dat je kijkt naar een splinternieuwe aflevering van Waanzin. Ken je ons nou nog niet? Abonneer dan zeker op ons kanaal. Kijk, dat is wat ik bedoel. Deze guy zegt gewoon, hey, ken je mij nog niet? Als kijker denk je dan meteen, hey, sympathieke gast. Ja, en interessant. Ik ken hem nog niet, maar ik wil hem wel beter leren kennen. Hele vette dingen. We hebben al dromen gedaan met Armin van Buren, Buddy Vedder, Wendy van Dijk, Jasper Sillessen, meisje Jamila Ponkers en nog veel en veel meer. Lekker bezig, man. Ook meteen lekker bezig, papi. Ik ben trots op je. Kijk, weet je wat deze man doet? En het is slim, hè? Hij zegt gewoon, hey, ken je nog niet? Abonneer even, want we doen dit en dit en dit en dit is fucking episch en dit ook. Dus, hè? Dit heb je al gemist als je mij nog niet kende. En dat is petje af. Als ik een pet op had, had ik hem afgedaan, vriend. Echt serieus. Hey, hallo en tof dat je kijkt naar de allereerste aflevering van Waanzin. Dit is eigenlijk een voorstelfilmpje van wat Waanzin eigenlijk is. Nou, allereerst zal ik mezelf even voorstellen. Ik ben Jelle A. Ik moet er toch wat van zeggen, maat. Ja, ik kan. Die borsthaartjes, die vind ik toch wel een beetje moeilijk. Dat moet ik, ja. Mocht je nou een hele toffe droom hebben en wil je heel graag dat die een keer uit zal komen, mail die dan gewoon naar mij, zodat ik samen met jou die droom tot uiting ga laten komen. Dus wil je heel graag je meester verrassen? Wil je alles te weten komen over een dier waar je helemaal gek van bent? Wil je je favoriete artiest ontmoeten? Oké, je hebt dus een heel kanaal gemaakt omtrent het uitlaten komen van dromen van kijkers. Dat is sowieso tof, weet je wel? Alleen wat ik had gedaan, als ik jou was, en ik ben jou niet, dus je moet lekker zelf je keuze maken. Maar ik vind Waanzin nou niet per se een goede naam voor een kanaal waar je dromen van kijkers waar maakt. Ik weet niet of het aan mij ligt. Met Waanzin denk ik gewoon dat je hele weirde shit gaat doen. Maar echt wist het gewoon. Waanzin. Echt, dit is echt fucking Waanzin. Dus dat klopt niet echt. Ik vind de naam niet per se klopt goed. Het stukje advies heb je gereed aan of misschien wel. Ik weet het niet. Ik ga door naar de volgende. Eyo. Isha Gerlach. Ja, dat is het volgende kanaal. Even kijken. 479 abonnees. Prima kanaal, Bennetje, om eerlijk te zijn. Prima kop. Als ik even naar het kanaal kijk, ik zie weekvlogs. Ik zie een short film. Ik zie een Q&A. Ik zie een livestream. Kortom, what the fuck ben je aan het doen? Als je de ambitie hebt om groot te worden op YouTube, dan moet je gewoon een soort pad uitstippelen en daar langs wandelen. Normaal gesproken open ik de video's uit deze manier. Sorry. Ik zou even uitleggen waarom dat is. Ik was, ik denk, een paar maanden geleden weer begonnen met YouTube nadat ik een jaar ongeveer was gestopt. Toen was ik weer begonnen met YouTube en toen zei ik van, hey jongens, ik ga weer beginnen. Toen ben ik weer 2 weken gestopt en toen heb ik ineens gelukkig weer een video geüpload. Helemaal niet boeiend. Ja, sorry. Oké, okay. Het boeit letterlijk niemand. Wanneer je gestopt bent, hoe vaak je gestopt bent, hoe lang, hoe kort. Het maakt gewoon het maakt ons niet uit. Het boeit niet. We willen gewoon iemand zien die zegt, hey man, ik heb een nieuwe video, ik heb iets vets bedacht. Ik ga vandaag dit doen. Oh, dit is een mooi plekje. Oh, nee, ga maar op je plekje. Oh, joh, je bent je... Nee, ga dan op je plaats. Het is nu volgende ochtend. Heel vroeg. Ik kan wel leuk editen trouwens. Dat is prima. Niks op aan te merken. En door. Sarly's Place. Oké. 3 video's, 11 abonnees. Niks op aan te merken. 3 weken geleden eerste video. 3 dagen geleden. Kijk, dit bedoel ik nou. Godverdomme. Sorry dat ik het zeg. Maar dit bedoel ik nou. Moet je... Kijk even mee. De eerste video is mijn eerste video. Ja, 3 weken geleden. Dan 3 dagen geleden upload ze een video. Waarom ik niks heb gepost. Ja. Snap je? Je hebt 1 video. Maak gewoon iets. Ik ga dit nu gewoon bekijken. Deze waarom ik niks heb gepost. Ik denk dat het iets gaat als volgt. Ik heb niks kunnen posten de afgelopen weken, want ik was druk met school en ik kwam er gewoon niet aan toe. Ik wil even vertellen waarom ik eigenlijk niks heb gepost op zondag. Dat komt omdat ik het heel druk heb met school. Ik zei het! I fucking said it! Ja! Het is gewoon... Sorry. Jongens, heel voor de duidelijkheid, zij heeft zichzelf ingezonden, hè. Dus ze weet ook, ik heb ook gezegd, ik geef mijn ongezouten mening. Ik lach er niet uit, maar ik lach gewoon om het gegeven van mensen die video's uploaden. Dat ze zeggen, sorry dat ik niet heb geüpload, ik was druk met school, ja. Deze kan ik aanbrengen en niet goed kan focussen. En Maar ik heb ook geen ideeën meer voor wat ik wil gaan doen. Mag ik even heel eerlijk zijn? Ik vind niet dat zij het verdient om een grote YouTuber te worden. Het spijt me echt als je je hierdoor aangevallen voelt. Maar ik vind dit echt het schoolvoorbeeld van iemand die gewoon niet YouTube omdat ze het leuk vindt. Of omdat ze creatief is, omdat ze ambitie heeft. Maar dit is het schoolvoorbeeld van iemand die YouTube omdat ze gewoon wil kijken hoe het is om een YouTuber te zijn. Ik word gewoon echt een beetje gefrustreerd. Ja, ik zou zeggen, doe het of goed of kap ermee. 1 van de 2. Oké, mochten mensen een beetje vallen over het feit dat ik wat kritischer ben dan normaal in deze video. Maar dat komt omdat, ja, deze mensen hebben zichzelf ingestuurd.
ingestuurd. Ik heb ze ook zelf verteld dat als ze zichzelf insturen, dat ze de volle laag kunnen krijgen. Dus dat wisten ze toen ze het deden. Dus ja. En ik val niemand persoonlijk aan of zo. Ik roast niemand. Maar ik zeg gewoon wat ik denk. En hopelijk nemen jullie het mee in je YouTube kanaal. Want ja, ik wil gewoon dat er over 5 jaar een YouTube is die tam toe groot is. En die zegt: Kel, wat jij toen zei in die video, dat heeft me gewoon helemaal geswitcht, man. Laat me ook even weten in de comments of jullie dit leuke video's vinden. Want er zijn nog genoeg YouTube kanalen waar ik wat van kan vinden. En ik vind het fucking leuk. Dus laat me dat vooral weten. Mensen, doe eens gek. En ik zie jullie volgende keer met een nieuwe video. What's good, man?